ben je aan het doen? Ik ben even aan het vissen, man. Vissen, ja. Goed, man. Ja. Ik ben aan het delen, man. Ja, dan krijg ik een kromme nek en dan moet ik misschien bij een duur tankstation moet ik het gaan halen. Misschien wil ik deze persoon vragen. Do you speak Dutch? Marco. Oh, Marco? Marco. Oh, je kent me. Hoe voel je je bij het feit dat je weet dat je eigenlijk uit India komt, maar je wordt een Surinaamse Indostaan genoemd? Welkom in multicultureel Nederland. Links van me hoor ik een Slavische taal, ik gok dat het Pools is. Rechts van me hoorde ik net, volgens mij, of Braziliaans, Portugees of Spaans. Mijn naam is Marco Bijic, mijn ouders zijn gevlucht van Nederland naar Bosnië om mijn zussen mij een betere toekomst te geven. En ik voel hele nieuwe energie bij het maken van dit soort video's. Waar zullen ze over gaan? Over multicultuur, mijn 2-jarige sectenervaring. En ook multicultuur, sectenervaring en ook geloof. Sinds 2019 raakte God mijn hart in het vliegtuig onderweg terug naar Nederland vanuit Shanghai. En ik koos dat moment zo eerlijk mogelijk te leven en dat is voor mij het christen zijn. Laat me weten wat dat voor jou is of welk geloof jij aanhangt. Of misschien nog een makkelijkere vraag. Wat is jouw cultuur of de cultuur van je ouders? Dan kunnen we met elkaar verbinden, connecten. En ik ben die gesprekken zat over zeggen, ja, we zijn allemaal mensen, dus hetzelfde. We zeggen ook niet voor schoenen. Ja, het zijn allemaal schoenen, dus het maakt niet uit wat voor schoenen je draagt. Als je kiest bijvoorbeeld Nike te dragen of Balenciaga of een ander merk, dan hoor je dus tot een bepaalde kudde. Dan hoor je tot een bepaalde groep mensen die ja, op een manier in het leven willen staan, letterlijk op die schoenen. En zo zie ik religie ook, zo zie ik God ook. Weet je? Je kan niet God over een kam scheren, zeker niet als die persoonlijk is. En wat betekent voor mij een persoonlijke God? Iemand die zich kenbaar maakt aan de mensheid via de persoon Jezus Christus. Jij kan ook niet zeg maar over mij gaan vertellen. Ja, Marco is een mens, dus ik ga hem omschrijven hoe ik hem wil. Marco die is getint. Hij heeft bruine ogen. Hij is 2 meter. Ik ben niet eens... Hoe lang denk je dat ik ben? Ik ga het nog niet verklappen. Misschien in de volgende video. Je moet me gaan omschrijven zoals ik ben. Zoals ik jou vertel dat ik ben. En niet zoals jij denkt dat ik ben. En zo geloof ik ook dat we dat bij God horen te doen. De vraag is alleen, er zijn zoveel boeken, zoveel geloven, zoveel verhalen. Wat ervan is waar? Ga je het allemaal aan de kant schuiven? Ga je zeggen, oké, er is een boek genaamd de Bijbel. Of een ander boek. Hindoeïsme is ouder. Boeddhisme, je hebt de Koran. Je hebt de Torah. Ga je zeggen, van dat zijn zulke oude boeken, dat moeten we niet meer serieus nemen? Kan. Of ga je zeggen, hoe hebben die boeken duizenden jaren overleefd? En spelen ze nog een grote rol in mensen hun levens? Dat is hoe ik ben begonnen oude boeken te respecteren. Like, abonneer alsjeblieft. Ik heb echt je hulp nodig. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, dat oordeel ik niet. Het zou enorm helpen. Ik wil ook zeggen, in zo'n filmpje kan het gebeuren dat ik op straat herkend word. Dat is wel in vorige video's gebeurd. Ik zal heel erg gefocust proberen te praten. En je mag je laten afleiden door de achtergrond, zodat het ook wat spannender wordt om naar een praatvideo te kijken. Daarom kies ik voor die stijl. Ik heb er al eerder feedback over gekregen, maar ik wil deze stijl kiezen. Ik begon ooit video's op te nemen om te wennen aan mezelf durven te uiten. Uiteindelijk begon ik over gevoelige onderwerpen te spreken op TikTok in 2020. Religie. Het was een Ramadan en ik feliciteerde de moslims in Nederland Ramadan Mubarak. En ik kreeg superveel reacties. Toen waren er misschien 5 mensen op TikTok die echt praten in video's. En de rest was gewoon trends volgen, dansen. Als je nu op TikTok kijkt, er zijn heel veel mensen van YouTube naar dat platform gegaan. En op YouTube praten mensen al langer. Dus er zijn heel veel praatvideo's op TikTok bijgekomen in dit jaar 2024. Dus het is minder bijzonder geworden. En voor mij als contentmaker is het ook steeds moeilijker om niet alleen goede content te maken, want ik wil het liefst gewoon maken. Niet te veel over nadenken. Wel een kleine voorbereiding hebben, anders zit er helemaal geen verhaallijn in. Maar het moet op een wat spannendere manier gebeuren. Dus daarom wil ik dit ook graag in de stad doen. En waar ik het meest van heb geleerd na het kijken van duizenden video's, is toch gesprekken die mensen met elkaar hadden, terwijl ze verschillend in het leven stonden. Laten we zeggen, een moslim en christen gaan in gesprek. Ik denk dat we moeten stoppen te zeggen, we zijn allemaal één mens. Zoals ik eerder zei, we zijn ook niet allemaal één schoen. Dat zou je ook niet zeggen. Nee, dat is Nike. Je gaat al die unieke kwaliteiten van de schoen respecteren. Je gaat ook niet zeggen, ik zie geen kleur.
die volgen wat ik zeg. En zo wil ik ook dat we mensen gaan aanhoren en gaan leren hoe ze in het leven staan, hoe ze in hun geloof staan. Eén probleem die ik heb ervaren in mijn reis van 6 jaar content maken, in 2018 begon ik, 2 jaar later was het dan op TikTok, was als ik tegen jou bijvoorbeeld zeg van, hé, ik identificeer mezelf als christen. Dan kan jij nu gaan verwachten dat ik zondags naar de kerk ga, terwijl jij me niet eens gevraagd van wat voor christen ben je of op welke manier geloof je in God. Want je gaat ervan uit dat ik alle regels van het boek volg. Misschien ga ik niet zondags naar de kerk. Ook ben ik een lange tijd bijvoorbeeld niet gedoopt geweest. Je kon er ook van uitgaan, oh, dan ben je waarschijnlijk gedoopt. Oh, en dan drink je waarschijnlijk niet. Er zijn heel veel christenen die bijvoorbeeld niet drinken. Oh, dan geloof je dit over Jezus of oh, dan geloof je dat over Jezus. Maar het zijn allemaal aannames. En zo leer je mij als mens niet kennen. En dat is denk ik waar de vooroordelen komen te spelen. Als jij bijvoorbeeld vertelt waar jij vandaan komt, laten we zeggen dat het Suriname is. Dan, en ik kijk naar je uiterlijk en ik maak de aanname, oh, dan ben je Hindoestaans. Nee, er zijn Surinamers, er zijn Creoolse Surinamers, er zijn Javaanse Surinamers. 2 leren kennen die zeggen dat ze gewoon niet Surinaams zijn. En die zeggen van, wij zijn Javanen, weet je, maar we zijn door Nederlanders naar, met de boot naar Suriname gebracht. En nou, generaties gingen daar verder. En nu worden we gezien als Surinamers, maar wij zien onszelf nog steeds als Javanen. Dus zo heb je heel veel verschillende culturen in Nederland. Ik ben een persoon met een lichte huidskleur. En sommigen die zien aan me of die horen een beetje van, oh, misschien, ik heb ook iemand die is ook Bosnisch en die heeft dan lichte huidskleur. Er zijn ook heel veel verschillende Bosniërs. Maar velen herkennen het ook niet aan me en ik werd vaak gemiscultured. Niet gemisgenderd, maar op de middelbare school dachten mensen soms dat ik Nederlands was, frustreerde ik me. Het ging zo'n opgeschoren kapsel doen, millimeter haar, zodat mensen me zouden zien als Slavisch persoon, iemand van Slavisch uiterlijk. En als ik mijn kop opscheer, vooral als ik nu ook baard laat staan en zo, ja, dan lijk ik iemand zei op een Syrisch persoon. En waar vinden mensen trouwens, dat wil ik jou vragen, waar vinden mensen dat jij op lijkt? Met welke afkomst ben jij wel eens gemiscultured? Ik ben heel benieuwd. Ik zal het in de reacties lezen. En blijf kijken, want het kan zomaar zijn dat we straks in gesprek komen met iemand die zijn visie of haar visie wil delen over cultuur, over geloof. Het lijkt me een superleuk gesprek dat het kan worden. Terugkomend op 2018 dat ik begon filmpjes op te nemen om te durven spreken. Nu sta ik in een stad op een normale manier. Ik heb ook abnormale manieren gehad te spreken, oprecht te delen wat ik denk. Het moment dat je dingen niet helemaal uitstippelt, helemaal voorbereid met script voor video's, zijn ze het meest authentiek, oftewel puur echt. Als ik alles wat ik nu aan jou aan het vertellen ben, had voorbereid zoals in de politiek gebeurt, op een papiertje en het dag in dag uit mijn kop had geleerd en aan het stampen was, dan zou ik dus met woorden dingen kunnen gaan zeggen, waardoor jij gaat denken, oh, je bent een aardig persoon, man. Kijk, nu kan het gebeuren dat ik dingen zeg omdat ik niet het script uit mijn hoofd heb geleerd. Dat je denkt, hé, dat was raar, dat was apart. En ik geloof dat dat een authentiek, een echt persoon is online. En dat is grappig. Die man loopt hier in zijn shirt. Ja, dat kan. Dit is Nederland, hè. Als het in een ander land gebeurde, dan zou hij opgepakt worden. Maar we leven in Nederland. En daardoor wordt deze man zonder shirt niet opgepakt. En daar zijn ze aan het discussiëren. Dat is ook weer zoiets, hè. Mijn ouders thuis, wanneer zij normaal praten, dan wordt er wel eens van ze gedacht dat ze aan het schreeuwen zijn. Herken je dat? Als je ouders uit een andere cultuur komen of je hebt vrienden bij wie je wel eens thuis bent gekomen. En dan hoor je die ouders praten, denk je, hebben ze ruzie? Nee, ze zijn gewoon normaal met elkaar aan het praten. En dat is als je zo in multicultureel Nederland rondloopt. Ik weet dat niet iedereen er fan van is dat het zo is geworden, maar ik geloof dat het zo is geworden en dat we ermee moeten dealen. Dat we ook als personen met lichte huidskleur ons moeten laten zien. Personen met getinte huidskleur, Afro, Caribische gemeenschap, Arabische gemeenschap, Aziatische gemeenschap. Elke mens mag er zijn. Dat is Nederland voor mij. Nederland heeft mijn ouders toegang verleend om hier een leven op te bouwen. Ik zie jouw ouders ook. Misschien ben je gewoon, hè, generaties lang, ben je gewoon echt Nederlands in bloed ook. Jouw land
wat ik ook voel dat het een beetje mijn land is, heeft mijn ouders in het land toegestaan. Weet je? En daar ben ik dankbaar voor. Ik heb, en daar ga ik in de volgende video over hebben, een ondankbare tijd gehad dat ik in Nederland woonde, dat ik dingen ging afzeiken. Maar ik zeg je eerlijk, dan kan ik net zo goed teruggaan naar mijn eigen land. Bosnië, mijn eigen land. En dan kan ik daar mijn leven zo mooi leiden, omdat daar dingen perfect zijn en mooi zijn. Weet je, als ik echt meen wat ik zeg, als ik Nederland als persoon wiens ouders een andere cultuur hebben, kutland vind, moet ik terug naar mijn eigen land. Of ik zeg iets alleen maar om stoer te doen en ik meen niet de woorden die ik zeg. Dat kan ook. En zoveel mensen zijn er. Hè? En er zijn echt wel ook echte Nederlandse Nederlanders, noem ik ze. Misschien wat jij een betere benaming. Autochtone Nederlanders. Maar ja, dan moet je weer allochtoon zeggen voor de ander. Dus. Maar ja, dat zijn de woorden die we nu hebben. Die ook emigreren naar Spanje, naar Portugal, naar andere landen. En ik wilde terugkomen op mijn ouders. Die zo, soms, wanneer ze normaal met elkaar in gesprek gaan, schreeuwen. Of lijken te schreeuwen. Want ik heb daar een verhaal bij. Ik zet even mijn camera hier. Misschien komt iemand... Kom ik iemand tegen die ik ken. En dit zeg ik niet om te doen alsof mensen me zoveel kennen. Maar het is gewoon eerder gebeurd dat mensen dan in gesprek komen die me herkennen van online. Dus dat vind ik wel leuk. Voel je welkom als je deze video kijkt. Ik zal vaker in de stad zijn om dit soort video's te maken. Ik ging met mijn zus in Gorinchem een keertje uit het huis. Mijn ouders waren met elkaar in gesprek. Op een best wel heftige manier. En ik was bij mijn zus misschien 300 meter van het huis verwijderd op een fietspad. En we hoorden mijn vader gewoon nog praten. En toen we naar de supermarkt waren gegaan, mijn zus en ik, en teruggingen naar huis, zeiden we, hey papa, mama, hadden jullie ruzie? En toen zeiden ze, nee, we hadden geen ruzie. Hoezo? Hij zegt, ja, we hoorden je heel luid praten, papa. En hij zei van, dat is gewoon hoe wij Bosniërs praten. En dat is iets wat je niet in elk autochtoon Nederlands gezin tegenkom. Ik denk ook wel dat er daar mensen zijn die schreeuwen natuurlijk. Van alles heb je wel wat. Maar het komt vaker voor bij allochtone gezinnen dat ze wat overdrevener praten. En een beetje soms erop lijkt dat ze schreeuwen. Dat ze gepassioneerder praten. En bij Nederland, autochtone Nederlands is het vaak van doe normaal, dat doe je al gek genoeg. Dus dat is de mentaliteit die ik heb gezien. Wat ik ook heel erg waardeer bij de autochtone Nederlanders. Van doe normaal, dat doe je al gek genoeg. Ik heb in een protestants / christelijk dorpje gewoond. Protestants of gereformeerd ook. Het was een mix van verschillende christenen. Ik zat op een school met de Bijbel. Ik wilde niks met de Bijbel te maken hebben. En daar heb ik gewoon bijna niks meegekregen over geloof. Behalve een verhaal over David en Goliath. En in 2019 was een beetje mijn bekering. Dus hoe was dat bij jou gegaan? Waar ben jij opgegroeid? Tot welk geloof behoor jij? Ik weet ook niet of ik hier mag filmen. Ik zie ook een bewaker nu. In het openbaar mag het wel. We zijn in een openbare omgeving. Dus we gaan hier eventjes een beetje een soort van undercover. Nou, dan gaat dat weer weg. Ja, laat me weten waar jij bent opgegroeid en zo. En dan loop ik even gezellig door de stad. En dan kan je meegenieten. Terwijl ik bedenk, oh ja, waar kan ik het nog meer over hebben? Ik heb eens opgezocht, als het gaat om film in het openbaar, wat mag. En er is een wet, vrijheid van meningsuiting, en daaronder valt ook vrijheid van informatiegaring. Wat dus inhoudt dat als je in een openbare omgeving niet afgekapt filmt, dat het mag. En dat als mensen, ik weet niet welke exacte regel er is over hoe mensen op beeld komen en leeftijden en zo. Maar als je denkt aan televisieprogramma's, als je denkt aan andere videomakers. Zij filmen wel eens in het openbaar toch? Denk je dat zij elk mens hebben gevraagd van, hey, het kan zijn dat je een halve seconde op mijn beeld was omdat je op dat moment door de stad liep. Denk je dat die televisiemakers, ik loop een beetje vast merk ik. Dat dan elk persoon hebben gevraagd. Dat is nooit zo. Dus ja. Ik ga even rondkijken. Wat er is, wie er is. Misschien wel iemand in gesprek. Want ik merk dat ik gewoon verschillende dingen met je heb gedeeld. Ik kan wel blijven lullen. Dus gewoon even mensen zoeken. Die in gesprek kunnen. Dus blijf kijken. Like, abonneer. Helpt enorm. Ik wil gewoon YouTuber worden. Dit is een leuk nieuwtje. Ik ga dit jaar docent of leraar worden.
meester worden, meester Marco. Ik ga voor groep 7 en 8 staan in Rotterdam. En ik ga op een vrijdag een uurtje lesgeven aan die groep, aan die kids, over hoe je YouTuber kan worden. Hierdoor ben ik ook mijn carrière als YouTuber ook serieus aan het worden. Het is een beroep wat nog niet zo lang bestaat, sinds het bestaan van YouTube. Maar er is een gast op het internet, Dan Kau heet hij. En hij heeft gezegd, hij praat dan over het hebben van je eigen onderneming online. Dan Kau heet hij, als je het intypt. En hij zegt, 60% van de, 60% van de banen zijn nog niet gecreëerd. Oftewel, er zullen nog heel veel dingen uitgevonden worden, waardoor er ook nieuwe banen zullen ontstaan. Dus ik voel ook dat er een beetje een, noem je dat, op een boze manier soms wordt gekeken naar influencers. En ik snap het, ik ben er één van, weet je. Als je een ander, als je een video deelt op het internet, je deelt je mening, dan beïnvloed je een ander. En als je iemand beïnvloedt, dan ben je een influencer. Zo simpel is het. Je kan ook lompe dingen delen en grappige dingen, maakt mij niet uit. Maar uiteindelijk kies ik voor deze drie onderwerpen, zoals ik zei. Sekten, geloof en multicultuur. Want dat is heel erg hoe mijn leven is gegaan. Maar terugkomend op het YouTuber worden en het les gaan geven in een klas. En ik zal even grappig als mensen aankijken. Voel ik me soms ook nog ongemakkelijk. Maar ja, het is ook niet iets wat... Ik weet niet of je ooit helemaal gemakkelijk kan worden in het openbaar. Of er zullen misschien altijd wel ongemakkelijke momenten komen voor de camera, zoals ook in gesprekken toch. Hoeveel mensen zijn 100% zelfverzekerd tijdens elk gesprek dat je met ze hebt gehad? Dat zijn geen eerlijke mensen. Mensen die altijd maar... Ik ga die man iets vragen, hij is met camera. Mensen die altijd maar groot en sterk doen. Ik geloof niet dat ze dat zijn. Ik geloof dat een authentiek mens soms onzeker is. Zoals ik net even voelde voor de camera en nu weer niet. Kort gezegd, ik ga YouTuber worden en ik wil die man vragen. En je moet me helpen als je wil. Ik wil dat je me helpt door het abonneren. Hé meneer. Doe jij een video opnemen? Ja. Waarover? Over, mag ik jou dan wat vragen? Of, Ja, tuurlijk. Ja, vraag maar. Ja. Het is voor PostNL en het is voor YouTube. Oké. Ik ben Marco. En uw naam? Emiel. Emiel, oké. Waar moet ik staan? Oké. Nou, zo vinden we elkaar. En waarvoor is dit? Dit is voor PostNL. PostNL. Het is voor YouTube. Ja. Kun je de volgende zin afmaken? Is goed. Ik ga op vakantie en ik neem mee... Mijn verloofde. Kun je die ook online bestellen? Nee, maar je kan wel naar online kijken. Heb je wel eens iets besteld voor je vakantie? Zo'n ding voor als je met de auto gaat en wil kussen. Dat je voor je nek. En is het op tijd binnengekomen? Ja. Hoe lang van tevoren heb je hem besteld? Weet ik niet meer. Ik denk een week of twee. En is het dan spannend? Komt hij wel binnen, komt hij niet binnen? Jawel. Jawel. Moet wel op tijd natuurlijk. Hoe ga je dan om met de spanning? Ik sport. Tot recent 7 dagen in de week, maar laatst 4-5 keer in de week. Dus om die, weet je wel, om te, niet te ontspannen, maar om even gewoon los te gaan. En niet te veel te denken. En maak je dan veel zorgen als je iets hebt besteld net voor je vakantie? Jawel, ja. Want als je zo'n kussen niet hebt, wat gebeurt er dan? Ja, dan krijg ik een kromme nek en dan moet ik misschien bij een duur tankstation moet ik het gaan halen. Weet je, en daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil wanneer ik ga, gewoon rust hebben. En dan moet je alles in huis hebben? Ja. Ja, alles in huis en het moet op tijd zijn. Want anders krijg je? Anders krijg ik stress. Super, dankjewel. Ja. Oh, ik moet nog één ding vragen. Ik ben je nu aan het filmen, maar dat wist je al. Ja. Mag PostNL dit gebruiken voor YouTube en andere sociale media? Voor eigen promotie natuurlijk? Of? Dat is een journaal wat we maken, een wekelijks journaal. En welk thema heeft het? Bestellen, online bestellen. Oké, ja zeker. Ja? Okay. Ja. Dat is goed. Hey, Emiel. Ja, fijne dag. Wat is jouw naam? Marco. Marco, oh, ja. Aangenaam. Hey. Aangenaam. Fijne dag, hè? Okay, fijne dag. Ciao, ciao. Ga je nog veel mensen vragen? Ik hoop het. Ik
hoop het. Ja. Ik hoop dat ze net zo spontaan zijn, net zoals jij. Ja. En hoe doe je dat dan, die mensen vraag stellen? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, proberen te glimlachen, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Dus, dat ben je ook op mijn vlog, vind je dat goed? Ja, nee, prima. Leuk. Geen probleem. Dus probeer te glimlachen, ja, je hebt een goede glimlach. Ja, oké, okay, nou, heel erg bedankt. Ja. Maar je hebt wel een grote apparatuur, dus denk je hebt daar een, weet ik veel wat. Oh, nee, het is gewoon een kleine camera. Ja, maar het is een Sony. Een Sony, ja. Mm-hmm. Ja. En hoe lang kan die filmen? Hij kan, denk ik, ja, tot de batterij op is. Misschien wel 2,5 uur, à 3 uur. Oh, vet. Afhankelijk van welke batterij je gebruikt. Ja. Dus, ja, ik ben op zoek naar zo eentje, want ik doe ook video-interviews filmen. Ja, en na een uur, omdat het te warm wordt, vallen ze uit, mijn camera's. Ja, ja. Nee, vandaar, dit is echt perfect. Dit is een werkpaard. Dus, cool. Ja, gaaf. Je kan ze denk ik wel op marktplaats vinden. Ja, ja, ik ga wel even checken. Ja. Misschien kunnen jullie bij PostNL ook sponsor worden, joh, van dit soort merken. Dat is toch, Wie weet, ik zal doorgeven. Emiel, dank je. En wat is jouw beroep dan eigenlijk, wil ik nog vragen? Ik ben videomaker. Ja, bij PostNL al een aantal jaar of zo? Bij PostNL, ja. 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 Ja, nou goed. Is goed, succes. Ja. Ik zie je. Bedankt. Doei. Nou, we kenden elkaar niet. We hebben kennis gemaakt en ik heb hem geholpen met een stuk wat hij maakt. Zo zie je maar, dat is niet zo. Dat is ook weer een beroep, videomaker. Ik had het erover in het filmpje en dat kwam in één keer, besef ik. En dat is niet zo makkelijk, weet je. En hoeveel mensen, dat wordt nu een vraag, durven zichzelf te zijn op camera. Hey. En die man met de pet, die groet me in het zwart. Dus dat was een herkenning. En ik begon ook, hè. Met het opnemen van filmpjes om gewoon naamsbekendheid te verzamelen. Ik had dat doel. Maar het doel van dit soort filmpjes is eigenlijk om die gesprekken te krijgen met mensen. Nou, dit is het gesprek wat nu is. Want samen zien komt er straks nog iets. Of nog iemand voor je in een gesprek. Ga ik weer even kijken, even jagen wie ik kan aanspreken. Misschien ook niet. Voor de camera oprecht zeggen wat je denkt. Waarom durven velen dat niet? Omdat wat je zegt vaststaat. En je kan het niet meer veranderen. En ook kunnen mensen het maken zoals zij willen. En dat betekent voor mij dat ze je ook verkeerd in beeld kunnen brengen. Daarom durven mensen niet zo vaak op camera. Heb jij wel eens op camera gezeten? Hoi. Een lekker ijsje. Dus laat dat even weten. En we gaan kijken of we nog een persoon kunnen aanspreken. Zodat we in gesprek kunnen over multicultuur. Misschien ga ik iets delen over mijn sectenervaring, christelijke sectenervaring. Of over een religie, vind ik ook interessant. Dus gewoon terug richting kubuswoningen. Ik ga uit eten met mijn zwager. Dus we gaan bij Rodizio eten. Dat is een Braziliaanse barbecue. Dus ik heb er super veel zin in. Oh. En, maar ik wil je ook geven waarvoor je hebt geklikt. Dus kijken of mensen in gesprek willen. Het is ook zo'n klein cameraatje. Hè? Het heet de DJI Osmo Pocket 3 Pocket. Dus het past in je zak. En het heeft verschillende aansluitingen. Het heeft een microfoon. Ook niet gesponsord. Ik moet dingen wel uiteindelijk gaan sponsoren of zo. Maar het is goed apparatuur als je wil filmen. Je kan hem gewoon aanzetten. Hij is niet zwaar. Hij stabiliseert het beeld. Waardoor je dus gewoon heel makkelijk kan lopen, weet je. Het is helemaal niet zwaar. Nou, kids willen we. Zijn gelukkig klein. Dus die komen zo bijna niet op beeld. Behalve de rug nu. En zo leer je ook een beetje rekening te houden, een beetje te kijken wie jou opmerkt. En ook naar jou te kijken om jou te entertainen of bezig te houden terwijl je verder kijkt. Nou, we gaan iemand aanspreken. Like, abonneer nog. Dit wordt het laatste deel van de vlog. En dan is het gewoon in one take gelukt. Ik weet niet of ik veel dan ga, hoe noem je dat? Knippen en plakken. Want dat is natuurlijk het meest authentiek. Oh, ik kom iemand tegen die. Dat is wel heel grappig. Ja. Hoi. Hey, Brooklyn. Hoe gaat-ie? Goed, man, met jou? Ja, gaat goed, man. Mooi zo. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben even aan het vissen, man. Vissen, ja. Ja, man. Goed, man. Ik ben aan het lezen. Ja. Ik ben aan het delen, man. Oké, nice. Ja. Nice. Goed. Hoe gaat dat? Gaat goed, man. Godzijdank. Ja? Gaat goed. Ja, genoeg vis in de zee? Ja, toch? Ja. Dus mooi. Daarom. Dat is goed, man. Ja, man. Ik zie je. Goed je te zien. Ziet er gezond uit. Ja, man. Thanks. Ciao. God zegen. Ik zie je. God zegen. Ciao, ciao. Nou, dat was niet om hem in beeld te laten komen. Echt een van de meest aardige gasten die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Waarom? Altijd een glimlach. Waar heb ik hem ontmoet? Toen ik in de secte zat. Dus ik vind het wel heel wonderbaarlijk hoe dit allemaal ontstaat. Weet je. Het is allemaal authentiek, niet geknipt. En
naar hem keek ik het meest op. Want in de mannengroep, toen ik in de secte zat, ik noem het zo, hè, hij ziet het natuurlijk niet zo, anders zou hij er niet in blijven. Maar toen zei hij een keer van, vertrouw op God, dat alles wat je van hem hebt gekregen ook van God is gekomen. Dus toen zat ik in een moeilijke financiële periode. En toen ik dat hoorde, toen hij dat zei, raakte ik zo erg bemoedigd van alles wat ik in mijn leven überhaupt al heb. Weet je, ik ging bijna op mijn knieën in de zin, figuurlijk gezien, van God, het geld dat ik op mijn rekening heb, dat is ook van u. Dat heb ik door u gekregen. Dus dat is een wijze les die ik van Brooklyn heb geleerd. En er was er nog een, dat is van een andere gast. Dus heb ik ook eigenlijk heel veel goede dingen geleerd in de secte. Maar het keihard werken, en ze zijn bijvoorbeeld, ja, keihard werken, vind je het keihard werken? Ze zijn bijvoorbeeld op een vrijdag nu aan het vissen, zei hij ook, heel eerlijk. Aan het zoeken naar mensen die meer willen weten over geloof. Ik ben geïnteresseerd geraakt in islam van jongs af aan, want ik had niemand die praatte over het christendom. Op een gegeven moment, via kwam ik in die bijbelstudie terecht. Was er in één keer een tweede komst van Jezus aanwezig. En moest ik, bleek dat voor mij, ik vind dat een secte te zijn, want 6-7 dagen in de week moeten werken voor God en anders ziet hij je niet. Sorry, dat is niet de Jezus die ik nu heb leren kennen. Echt waar niet. Maar ik respecteer de mensen die erin zitten en ook heb ik beseft dat ieder zijn eigen waarheid heeft. Laten we iemand vragen. Oh, ik zie ook nog meer mensen uit die groep. Nu, wat ongemakkelijk. Uit die sectegroep. Allemaal lieve mensen hoor, maar die groep is gewoon niet voor mij. Ik wil een Bijbelstekst oplezen uit het boek Efeziërs. Het gaat over Jezus en op welke manier hij ons redt en op welke manier niet. Like, abonneer alsjeblieft als je van Jezus hou. Dus ik gebruik nu Jezus voor de likes. Dus als je Jezus lijkt, like deze video. Ik like hem ook. Ook hoef er niet zo moeilijk over te doen dat ik hem gebruik daarvoor. Efeziërs, volgens mij hoofdstuk 2. En dan ga ik even zoeken. Gods liefde voor ons is zo groot dat hij ons volledige gratie heeft verleend. Zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Dat u gered bent is enkel en alleen. Dus je kan 6-7 dagen in de week werken voor God. Dat u gered bent is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met hem levend gemaakt en met hem een plaats in de hemel gegeven. En zo gaat het allemaal verder. Dus Efeziërs hoofdstuk 2 en nu vers 8. Door uw geloof in hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een schenk van God. Er zijn heel veel bijbelversen waar je dan nog op kan ingaan van als de fruit van een persoon, dus je doet iets in je leven en je krijgt fruit, er groeit fruit, dus het resultaat van je leven. Als iemand uiteindelijk niks doet, terwijl die zegt ik geloof, dat is natuurlijk ook weer niet goed, hè. Maar als iemand dan alleen maar doet, omdat die denkt dat hij daardoor door God wordt lief gehouden, dat is niet de God die ik ken, weet je. Dus ik wil wel de vraag stellen, op welke manier ken jij God? Laat het weten in de reacties. En nu ga ik nog een persoon vragen, misschien wil ik deze persoon vragen. Denk in het Engels. Good day. Do you speak Dutch? Do you speak Dutch? Marco. Oh, Marco? Marco. Oh, je kent me? Ja. Yeah. Oh, hoi. Luister. Oh, hey man. Hoe gaat het? Ja, ja, zeker. Wel, ja, leuk. Ja, gaat goed. Ja? Je bent nog nieuw beeld. Hoi, ik ben Marco. Hi, Jess. Hey, Jess. Lucid? Ja, Lucid Knowledge. Oh, Lucid Knowledge. Ja, ah, lucid cool. Knowledge. Mag ik een kort gesprek doen, 2 minuten, en dan kunnen jullie weer vandoor over multicultuur. Leuk man. Wil je me ook een Instagram berichtje nog sturen dan? Ja, is goed. Leuk man, echt super leuk man. Wat ben je aan het doen? Ik ben dus aan het vertellen over multicultuur, over geloof en vooral multicultuur zit ik heel erg op. Dus daar wil ik het met jou over hebben. Waar zijn jouw roots? Waar komen je roots vandaan? Surinaams. Ik had toevallig iets verteld over dat in Suriname heb je natuurlijk Surinaams, Javaans, Hindoestaans, Creools. Dus wat voor Suriname ben jij? Yes, een Hindoestaans Suriname. Okay. Hindoestaans Suriname. En wat betekent dat? Dat betekent dat ik uit India uiteindelijk kom. En wist je dat al lang? Ja, vanaf dat ik hier was. Oké,
En hoe voel je je bij het feit dat je weet dat je eigenlijk uit India komt, maar je wordt een Surinaamse Hindoestaan genoemd? Ik voel me super connected met heel Suriname. En het mooie van Suriname is juist dat er heel veel culturen samenkomen. En Suriname betekent gewoon dat die hele mix, die hele moxie van alles bij elkaar, dat is gewoon waar we ons connected mee voelen. Dus dat is ook iets wat we samen delen. Dus Suriname heeft ook een hele erg multicultuur. Ja. Of heel, niet erg, maar erg van gemixt. Ja, er is niet één Suriname. Het is gewoon, Suriname is iedereen bij elkaar eigenlijk in Suriname. Ja. Wat heb je te zeggen tegen de Surinamers in Nederland? Genieten man, blijf feesten. Yes. Ja, man. Dankjewel man. Leuk, leuk, leuk. Oh, even leren. Ja, toch wel. Ja, tjoh, hey, super nice allemaal wat je doet man. Ja, ja man, dankjewel. Ik ga je op Insta checken. Ja man, dankjewel. Leuk wat deed. Leuk toch? Leuk je te zien man. Ja. Ciao, ciao, ik zie je. Fijne dag. Nou, ik zei het je toch, je hebt volgehouden tot aan het einde van deze video, dus ik wil je bijna een cadeau geven, maar volg me op Instagram als je wil, als je nog niet geabonneerd bent op YouTube, doe dat ook hier. Wat ik je kan geven naast dit filmpje is gewoon een goed gesprek, denk ik, via Instagram privé of laat hier je reactie weten. En wat je vond van de vlog, dan zie ik je de volgende keer. Gaan we het hebben over multicultuur of en geloof en een stukje secteverhalen, dat zijn gewoon mijn thema's. Dankjewel voor het kijken. Ciao.